Hi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Jullie krijgen nu een dagvlog te zien die echt al heel lang geleden is opgenomen. Ik weet even niet hoe lang geleden, maar echt al maanden geleden. Ik vond het echt zonde om deze beelden weg te gooien. Ik denk dat er best wel interessante informatie in wordt gedeeld. Dus ik wens jullie veel kijkplezier. Weet dat deze video al echt een tijdje terug is opgenomen. Maar dat mag de pret niet drukken. Haal eruit wat jij eruit kan halen. En ik zal het heel leuk vinden als je een reactie achterlaat hieronder in de beschrijving. En waardeer je deze video, dan mag je altijd een duimpje omhoog doen. Vergeet niet om te abonneren en om het belletje aan te klikken als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe video's die gaan komen. Het is wat onregelmatig mijn upload op het moment. Maar als je het belletje aanklikt, dan krijg je een notificatie. Dus dan blijf je in ieder geval op de hoogte als ik weer wat upload. Veel kijkplezier met deze video. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe dagvlog. Ik heb vandaag best wel leuke dingen op de planning. En ik ga jullie een kijkje geven. Ik ben nu op stoeterij Black Horses in Sliedrecht. En hier vindt de lancering plaats van My Horse Compass. En daar ben ik ook enigszins bij betrokken geweest. En ook nog in een groepje hier weer voor. Allemaal online via Zoom. En nou, super interessant met een aantal echte paardenmensen. Met ontzettend veel kennis en ervaring. En een groot netwerk hebben we... Ja, heel veel sessies gedaan en gebrainstormd over hoe we het paardenwelzijn kunnen verbeteren en de paardensport in de toekomst ook kunnen behouden. En dat het ook echt vanuit ons als paardensporters komt, die verandering. Ik ben ook met mijn kleine meisje, die staat hier naast mij in het autostoeltje. Ja, je moet de hele dag met mami op stap. Het is toch wat, het is gezellig. Ja? Gaan we zo even bij de paardjes kijken. Veel kijkplezier! Ik moet wel zeggen dat het proces alleen al is al heel waardevol geweest, denk ik. Ik vind het wel echt heel bijzonder dat we vandaag bij elkaar zitten met toch wel een aantal mensen uit alle hoeken en gaten van de hippische sector, die misschien allemaal weer net de focus even op iets anders hebben, maar wel allemaal met de juiste intentie om de paardenwereld een beetje mooier en beter te maken. We zijn vaak niet één ding. We hebben niet één rol. We zijn paardeneigenaar, maar ook ondernemen en je bent ook actief op social media en je geeft misschien workshops. Dus je bent eigenlijk vaak in meerdere domeinen actief en soms op verschillende niveaus. En dat is wat we met het Hippisch Kompas in kaart kunnen brengen. Jouw eigen persoonlijke profiel en jouw eigen hippische blueprint als het ware. Dat vind ik ook echt een mooi uitgangspunt van het Hippisch Kompas. Je moet echt respect hebben voor iedereen's mogelijkheden om er iets aan te kunnen doen of niet. En het is echt soms een struggle voor mensen om de beste zorg te vinden. Het enige wat ik jammer zou vinden is als je dan wegloopt met het idee, dat heeft hij altijd. Ach, mijn gallen, dat is toch normaal, dat hebben wij bijna alle paarden. Of heel veel. Ja, en als we elkaar daar ook een beetje mee kunnen helpen. Zo van, gooi, elke dag is het weer zo, doe er iets aan, want dat is niet voor niks. Single dwang, ja, dat doet hij altijd. Er zijn zoveel van die dingen die mensen accepteren terwijl ze het wel gezien hebben. Ze weten wat het is, maar soms is het er iets aan doen wat het allemaal is. Ik sta hier naast Jasmijn en Jasmijn heeft het helemaal van de grond getild en uitgewerkt. En ik heb nog even een vraag voor de mensen die kijken naar mijn vlog. Wie kan zich allemaal gaan aanmelden? Ja, eigenlijk iedereen. Het is een platform voor paardenliefhebbers en professionals. Dus, maar ja, het belangrijkste is dat je gewoon de intentie hebt om het goed te doen. En dan eigenlijk een toegevoegde waarde voor de paardenwereld te zijn, zeg maar, bij te dragen vanuit aan een mooie en betere paardenwereld. En iedereen kan het doen, hè, vanaf ieder niveau. Manegeruiters. Ja, tuurlijk. Springruiters. Manegeruiters ook. Sowieso is het dat ze op het platform straks de beste professionals kunnen vinden die ook bijdragen aan paardenwelzijn. En, maar die kunnen ook een bijdrage leveren, hè, door je goed te informeren, door bewuste keuzes te maken. Bij welke manege ga je bijvoorbeeld lessen? Wordt daar goed voor de paarden gezorgd? En de professionals op het platform, die kunnen transparant zijn, die laten zien hoe ze het doen,
voorwaarden. Ja. Hoe ze dat borgen binnen hun eigen manier van doen. Ja. Dus je kan een profiel aanmaken, je kan je eigen competenties invullen. Ja. En er zit ook een zoekfunctie op waarop jij weer professionals kan vinden die ook allemaal binnen deze visie passen en dezelfde missie eigenlijk uitdragen binnen de beweging. En dan gaan we samen een nieuw verhaal creëren, zodat we ook in de toekomst het samen zijn met paarden kunnen waarborgen. En ik denk dat we dat allemaal willen. Dankjewel. Ja, jij ook bedankt. Ja, leuk. Ja. Ik ga er weer vandoor. Het is nog niet helemaal het einde. Maar ik heb ook weer een andere afspraak. Dus ik rij nu weer terug naar Bemmel. En daarna ga ik samen met Ellen, dat is de eigenaresse van onze locatie waar de paarden wonen, gaan we naar Gassel, naar Acacia Rijkunst. En daar zal een lezing zijn over hoefbevangenheid van dokter Christina Fiets. Fiets of Fiets? Sorry, mijn geheugen. En dat is georganiseerd door Pure Horse. En daar gaan we dus naartoe. Super interessant. Ik ben heel benieuwd. We hebben een hele erg mooie brug gezien. Voor working equitation bijvoorbeeld. Oh, deze is echt super nice. Lekker breed. Ik ben nu bij de presentatie, de lezing over hoefbevangenheid. Het gaat straks beginnen, er druppelen eerst wat mensen binnen. En het is ook vanuit huis te volgen via een online stream. En ik vind de jurk van Jantine super, super mooi. Kijk, zo'n mooie groene lange jurk met bloemen. Ik wil hem echt hebben. But what we see today is more and more laminitis cases. Based on metabolic issues. So it's not the typical laminitis from giving birth, from overwork, from being overworked, from toxification, from ingesting toxic plants. But we have a lot of laminitic cases in horses that already have a history of metabolic issues. And there's a research been done showing that in chronic inflammation in the hindgut is linked to a sulfur deficiency. We don't see sulfur deficiency in healthy horses. When everything is fine, they never develop a sulfur deficiency. Again, when the liver can't biotransform toxins into excretable waste products, then we can see a zinc deficiency because the liver starts to link zinc to the toxins to get them excreted. Now, zinc and sulfur both can go into deficiency when we have a disturbed biotransformation and thus weaken the structure of the hoof. And this weakened structure might then in the end lead to a predisposition in laminitis. In the wild horse, this fructane is degraded in a harmless manner in the hindgut. Now if you spend some effort in getting lactic acid bacteria into the hindgut of your horse, for example you've fed haylage in the past, or you've fed probiotics based on lactic acid bacteria, of your fed feed that contained a lot of starch, like grains or concentrates, then you've already established lactic acid bacteria in the hindgut of your horse. You don't see it, your horse looks well, it performs, everything seems all right. But then you put the horse out on a pasture on a nice autumn morning. Last day was nice and sunny, the night was rather cold, we have high fructane levels, we turn the horses out on the grass, and get them back with laminitis. Why is the horse affected with the laminitis? Because the fructane cannot be digested in the small intestine in the horse like starch is. It's carried through to the large intestine, to the hindgut, and when we have lactic acid bacteria here, well, they throw a party when they see fructane because it's the best and easiest available feed for them. So they can multiply, they can produce tons of lactic acid, and we have a sudden drop in the pH here. Lactic acid is acid, so pH drops,
And we have a sudden drop whenever we have a sudden drop in the pH in the hindgut. This leads to a mass dying of our natural microbiome. And they release their endotoxins and they cause a laminitis episode. So this is why you have two horses and you put them out on the same grass field and one comes back with laminitis and the other doesn't. Your one had lactic acid bacteria in its hindgut and the other didn't. So fructane is a trigger. It's not a cause. Cellulose is the main energy source for horses. The hindgut was specifically designed by evolution to degrade cellulose and gather energy from that. Because in the wild, horses have always developed in areas that are very dry, where not a lot of feed is available. What horses can find in the wild is very, very dry, coarse grasses, shrubs, leaves, and stuff like that. So they had to find a way to get energy out of cellulose. And this is why they developed this hindgut microbiome. We don't know exactly what's all living in the hindgut in the horse as of today. So we are just starting research into that. I know that a couple of labs are already offering hindgut microbiome analysis, stuff like that. But as long as we don't know what we're looking for, we can't say what the right microbiome should look like here. Yeah? When we're just feeding the same hay, when we're feeding the same concentrates, the same sugar amounts, the sport horses can handle it, but not our leisure horses, not our ponies. We tend to feed a lot of starch into our horses, and so on and so on. So we have a lot in our feeding that's not hindgut friendly for horses, and this in the end will lead to a disturbed biotransformation and the horse is not being able to normally detoxify their body. Feeding advices, you have to make sure that your laminitic horse has 24/7 access to hay. If it's overweight, you have to kind of manage the intake. Use slow feeders, use hay nets with a small mesh size, mix hay and straw. Check your hay for sugar contents. But make sure the horse has 24/7 access to hay. It can have a bit of straw extra. It can have some twigs and branches to nibble on. That's okay. But avoid everything else. No carrots, no apples, no concentrates, nothing like that. Just hay and straw, that's it. And make sure the horse can have 24/7 access to its hay and not straw instead of hay. That's really dangerous. We krijgen allemaal een bedankje van Jan Tiele, senior, voor in het mineralenbuffet. Leuk, en hennepites. Oh, nice. Snoepjes. Iedere dag niks. Oh ja, leuk. Dat was echt mega interessant. Echt de moeite waard om hier een keer bij aanwezig te zijn. Echt, volgens mij gaan ze dat ook vaker organiseren. Dus dan kan je kijken op de website van Pure Horse. Je kan haar op Instagram volgen. Zodat je de aankondigingen niet mist. Of inschrijf op de nieuwsbrief. Ik vond het echt de moeite waard. En ook het vragenrondje. Dat heeft ook wel denk ik 1,5 uur geduurd of zo. Nou, was echt ook weer zo boeiend. Ik kan het even niet allemaal samenvatten. En wat ik allemaal geleerd heb en dingen. Ik heb voor mezelf heel veel aantekeningen gemaakt. De kwaliteit van het filmen was natuurlijk niet fantastisch. De hoek was niet helemaal handig met het licht. En Christina stond net achter een ding. Maar het gaat om de informatie. Misschien dat jullie er toch iets van inspiratie uit hebben kunnen halen. En een leuke indruk hebben van deze dag. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik ben bijna 12 uur lang van huis geweest. Mijn kleine meisje slaapt. Alles gaat helemaal goed. En tot de volgende vlog.